Dit is het station Brussel-Zuid op een maandagavond rond 6 uur. Binnenin het station zien we het vertrouwde beeld van pendelaars. Er lijkt niks aan de hand. Dat verandert als je enkele stappen buiten het station zet. We zien daklozen en druggebruikers. Het is een probleem dat al langer aansleept. De hele dag heeft de politie een grootschalige actie gehouden in en rond het station om het daar weer veiliger te maken en de overlast aan te pakken. De vraag is nu alleen of omwonenden, treinreizigers en passanten zich nu echt veiliger zullen voelen en hoe lang dit allemaal zo zal blijven. C'est intéressant, mais on aurait préféré plus de présence donc tous les jours que un seul jour où il y a 200 policiers. Het crisisplan moest leiden tot een structurele oplossing voor het Zuidstation. Maar 6 maanden later is die oplossing er nog altijd niet, volgens de handelaars uit de buurt. Rien n'a vraiment changé. Les vols font partie du quotidien de la gare du Midi, malheureusement. Mais il y a aussi les lois qui, à mon avis, à mon simple avis, qui sont mal faites parce que les gens qu'on attrape, même si par après on appelle la police, tout ça, dans les 2 heures ils sont dehors. In het station zien we veel politie- en veiligheidsmensen van Securail. Het lijkt erop dat ze niks meer kunnen doen dan de problemen buiten de muur van het Zuidstation te houden. En zelfs dat lukt niet altijd. Hoe later het wordt, hoe meer bierblikjes we zien. Sinds augustus is er nochtans een totaalverbod op alcohol in het Zuidstation. Ook buiten het station wordt de sfeer grimmiger later op de avond. Twee mannen roken openlijk crack vlak voor de ingang. Groepjes dronken mensen verzamelen zich rond het station. En dat laat duidelijk zijn sporen na. Dit is het beeld dat toeristen zien als ze buiten komen langs het Victor Hortaplein. Twee daklozen liggen te slapen in een taxihalte die ze volledig overgenomen hebben. Même s'il met la police, mais il faut l'acte, il ne faut pas parler. Il y a un bon truc à faire ici. En plus, la place, elle est magnifique. Mais dommage,